Verder spraken wij met Jogi over de uitspraken welke zijn gedaan door Leo Breunswijk, de jongere broer van vicepresident Ronnie Breunswijk, richting een juridisch adviseur bij de SLM waarvoor er dik betaald wordt, met name in euro's. En nota bene gaat het hier om een verlieslatend bedrijf, de SLM, waar de regering nu toch heeft besloten om wat meer geld erin te stoppen, zodat de SLM blijft voortbestaan. U hoort parlementariër Mahinder Jogi. Meneer Leo Breunswijk is debet aan alles wat daar gebeurd is. Laat dat duidelijk zijn. Meneer Leo Breunswijk moet niet in Mawantijn Taki verslag komen doen. Meneer Leo Breunswijk is lid van de Raad van Commissarissen van de SLM. En wat is de rol van een RVC-lid? Waarom zit hij daar? Hij zit daar om te kijken en te controleren de directie. Hij zit daar om te toetsen de besluiten die genomen zijn. Waarom heeft hij toen dit besluit genomen was zijn mond niet opengemaakt? Dus meneer Leo Breunswijk moet niet denken dat wanneer hij in Mamantentaki is en dan een aantal dingen zegt richting SLM en alles wat daar gebeurt, dat hij vrij uitgaat. Ik keur bijzonder af wat daar gebeurd is, ik ga u eerlijk zeggen. En ik vind dat de president, meneer Bississer, die ook op het kabinet werkt van de president, onmiddellijk op non-actief moet stellen. Toch? En laat er een onderzoek komen van wat er gebeurt. Is er sprake van belangenverstrengeling? Toch? Als dat zo is, dan moeten daaruit de consequenties rollen zonder meer. Toch? Maar ik denk niet dat we dit zo kunnen laten. We hebben genoeg problemen in het land. We hebben een crisis in het land. We hebben een crisis welke de regering is bezig op te lossen. En wanneer er deskundige en capabele mensen zijn die ingezet moeten worden, dan moeten ze ingezet worden. Maar mensen moeten zich niet in een positie ingraven en daaruit zaken doen die in hun voordeel is, terwijl dat niet de intentie is van het plaatsen van de mensen in die posities. En zeker moet ook bij de EBS en overal nagegaan worden wat er gebeurt precies. En ik hoop dat de president op zeer korte en zeer korte termijn inderdaad besluit om zaken terug te draaien. Zoals hij dat heeft aangegeven, bezuiniging, dienstreizen, prachtig. Maar ook dat één persoon niet meer dan één RVC-functie bekleedt. Dat de president heel spoedig daarover een besluit neemt. En meer mensen invult dan één of twee mensen die zoveel posities innemen, ook meneer Breunswijk. Maar ik hoor u niet zeggen, ik hoor u zeggen over meneer Bississer. Ik hoor u praten over meneer Bississer, ik hoor u praten over meneer Leo Breunswijk, maar ik hoor u niet zeggen over directeur De Haan. Het punt is dat meneer Leo Breunswijk mededelingen doet in Mawantijntaki als te zijn lid van de RVC. Dat is mijn punt. En als lid van de RVC heb je een bepaalde job die je moet doen daar. Je moet de directie controleren. Je moet de besluiten die worden genomen in het bedrijf controleren. Of dat inderdaad in het belang is van het bedrijf. Dat is het punt. Ik bespreek op dit moment niet de directeur van SLM. En als hij ook door de maand moet, dan moet hij ook door de maand. Maar het punt is dat meneer Breunswijk debet is aan deze situatie. Omdat hij dan als lid van de RVC heeft verzuimd om tijdig in de meeting van de RVC een besluit te forceren. Dat hij verzuimd heeft dit kenbaar te maken aan de regering. Dat hij verzuimd heeft dit kenbaar te maken aan de minister van TCT. En niet wanneer je daar staat in Mawantijntaki en die mededelingen doet, dat je dan vrij uitgaat. Dat is het punt. En bij meneer Breunswijk, Leo Breunswijk blijvende, heer Jogi, in hetzelfde programma geeft hij ook aan dat hij nog steeds die vijf functies heeft. Is men bezig zand te strooien in de ogen van het volk? Dus daarom zeg ik u toch, ik hoop dat de president, zoals de president, na consultatie van maatschappelijke groeperingen in dit land tot een aantal conclusies is gekomen en op basis van die conclusies een aantal besluiten heeft genomen. Een van de besluiten is sterke rantsoenering van dienstreizen. Een ander besluit welke de president kenbaar heeft gemaakt is dat wij gaan na
hoeveel mensen in welke RVC zitten en dat één persoon in één RVV gaat zitten. Dus dat meneer Leo Brunswijk ook aangepakt moet worden, toch? En dat hij zich niet gaat verschuilen achter zijn broer, toch? Ronnie Brunswijk. Eén is één voor iedereen. En wat zegt dit wederom, heer Jogi? Ik heb dit ettelijke malen aan u de vraag gesteld. Wat zegt dit weer van het vertrouwen binnen die coalitie? Het gaat niet om het vertrouwen binnen de coalitie. Ik heb u net gezegd dat de president op basis van consultaties een conclusie heeft getrokken. Op basis van welke conclusie er besluiten zijn gevallen. En als die besluiten er zijn gevallen, dan moeten de besluiten uitgevoerd worden. Want de consultaties zijn geweest omdat er aanleiding was in de samenleving. Er was aanleiding in de samenleving. Men vond dat de regering een aantal dingen moet nalaten om te doen. Men vond dat de regering op een aantal vlakken moet bezuinigen. Men vond dat de regering de tering naar de nering moet zetten. Men vond dat de regering zich bezig moet houden om het land uit de crisis te halen. En dat de regering zich niet bezig moet houden met het faciliteren en accommoderen van vrienden, families en kennissen. Dat is de rode draad geweest in die hele consultatie. En ook bij de protesten hebben mensen deze dingen kenbaar gemaakt. Nou, dan heb je gesproken en dan heb je gehoord en dan moet je besluiten nemen. En dan moet je besluiten uitvoeren. Daarom zeg ik. Besluiten moeten uitgevoerd worden. Mensen kijken. En hoe langer het neemt om besluiten uit te voeren, hoe meer vertrouwen en credits die regering verliest. En dat mag niet. Omdat niemand wil hebben dat Bouterse weer aan de macht komt. Er is ontevredenheid. Mensen verwachten van meneer Santokki dat hij optreedt. Omdat men nog vertrouwen heeft in hem. En dat men in hem ziet de leider inderdaad die dit land kan helpen. Te zijn en te worden een land welke het was. Een land met een stabiele economie. Een land met meer verdiencapaciteit. Een land met een reserve, stabiele reserve bij de centrale bank. Een land waar de wisselkoers degelijk stabiel is, maar ook laag is ten opzichte van de Surinaamse dollar. Dat is die verwachting in die samenleving nog steeds. En elke seconde dat meneer Santokki wacht om besluiten te nemen, is in het nadeel van hem. Is in het nadeel van die regering, is in het nadeel van die coalitie, is in het nadeel van de samenleving, is in het nadeel van het land. De gemeenschap proeft, het volk proeft een beetje verbittering bij meneer Leo Brunswijk richting de VHP. Is er iets? Nou, elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. En meneer Brunswijk, Leo Brunswijk, denkt dat hij politicus is. En hij doet zijn uitspraken. Ik weet niet of hij daartoe aangezet wordt door andere mensen van zijn partij. Of uit eigen beweging deze dingen doet. Toch? Meneer Leo Brunswijk is niet de eerste persoon die moet praten.